die ons wat meer zal vertellen over de monitoring en het onderzoek naar kansrijke start. Jeroen, ga je gang. Ja. Dankjewel. Jeroen Struijs, RIVM. Ik ga eigenlijk over hetzelfde thema met een ander perspectief kijken. En mij is gevraagd om het met name over het monitoringsdeel en het datadeel te krijgen. Naast dat ik werkzaam ben bij het RIVM, ben ik ook werkzaam bij de LUMC Campus Den Haag. Het leuke aan het combineren van die beide functies is dat ik vanuit het RIVM met name in het landelijke zit. En met één been dus ook in Den Haag in het meer lokale. Dat maakt wat voor mij betreft eigenlijk heel erg leuk. Kansrijke start. Nou, goed, zoals door Artja toegelicht, 2018 is het landelijk actieprogramma gestart. Verschillende actielijnen voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte. En ons is gevraagd eigenlijk vanuit het RIVM om het landelijk actieprogramma, zoals die dan door VWS wordt uitgerold over Nederland, om die te monitoren. Nou, dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een heel clubje. Daar zijn we voor de duidelijkheid niet fulltime met z'n allen mee bezig. Maar in ieder geval wel proberen wij heel veel kennis en kunde bij elkaar te brengen in teamverband. De reden, denk ik, dat wij deze vraag vanuit VWS kregen, is eigenlijk voor grotendeels afkomstig vanwege het feit dat wij de monitor integrale bekostiging van de geboortezorg hadden. En dat is in 2017 een experiment, dus met een alternatief bekostigingsmodel. Niet met iedere zorgverlener afzonderlijk betalen, maar eigenlijk één tarief voor de gehele zwangerschap plus kraamzorg vrij vertaald. Om die te evalueren. Daar zijn wij mee begonnen. In 2017 zijn er zes regio's gestart. Nou goed, wij hebben daar 80 regio's in Nederland omheen. We hebben dus zes regio's in het experiment. En de vraag is eigenlijk, wat doet nu het anders bekostigen van die zorg op eigenlijk de systeemdoelen die we hebben, betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Om dat te gaan doen, hebben wij eigenlijk, om die vraag te kunnen beantwoorden, zijn wij in 2016 gestart. Eigenlijk hebben wij Perinet gevraagd van, joh Perinet, de gegevens die de verloskundige en de gynaecoloog registreert binnen jullie bestanden, kunnen jullie die voor ons uploaden richting CBS? Dat doen zij voor ons jaarlijks nu. Wij hebben dat ook gevraagd aan Vectus, dus de zorgverzekeraar. Dus iedere euro die binnen de ZVW wordt uitbetaald, die wordt gerapporteerd in het kader van de risicoverevening naar Vectus. Ook Vectus hebben wij gevraagd, upload je data naar CBS. Dus van alle zwangere vrouwen wordt dat gedaan, van alle pasgeborenen wordt dat gedaan. Tot die tijd doen wij eigenlijk niets, behalve dat wij coördineren dat de uitleverspecificaties akkoord zijn. Ik ben ondertussen ook echt een expert geworden op het gebied van de AVG. Wat mag wel en wat mag nou niet en hoe moet dat dan? Maar uiteindelijk lukt dat ons om AVG-proof de gegevens van Perinet, dus van alle zwangere vrouwen en de pasgeborenen, de uitkomsten, de kwaliteit van zorg, die richting CBS te brengen. Vectus doet in feite dat hetzelfde met alle declaratiegegevens van zwangere vrouwen en pasgeborenen. En vervolgens gebruiken wij CBS als een trusted third party. Die doet de pseudonymisering voor ons. In die zin doen wij nog steeds niets. En vervolgens na pseudonymisering van beide bestanden, of nou goed, zijn meerdere bestanden, waarvan zowel Perinet als Vectus data, kunnen wij in de beveiligde omgeving van CBS toegang krijgen tot die data. Die zij dan gepseudonymiseerd en voor ons technisch gezien geanonimiseerd. Daar zit dus een dimensieloos nummer in voor iedere zwangere vrouw, maar die is dus tussen Perinet en effect is hetzelfde. En zodoende hebben wij dus op individueel niveau hebben wij zowel kwaliteit, uitkomsten als zorguitgaven bij elkaar. Om een beeld te geven, Perinet 2000 tot en met 2019 hebben wij nu. Vectus hebben wij vanaf 2012 tot en met 2018 hebben wij dat vrij goed in beeld, vrij diep uitgevraagd. Op individueel niveau kunnen wij dat doen. Wij hebben voor de route CBS gekozen, A, natuurlijk vanwege de faciliteiten dat ze dit kunnen en mogen, maar ook vanwege het feit, en dat sluit heel erg aan op het verhaal denk ik van Artja, dat zij, wat wij dan noemen de social determinants of health, of de wider determinants of health, ook heel veel gegevens hebben.
uitgroep zij de nieuwiseert hem wel. En wij knopen en we verrijken dus in feite het Perinet Effect dus met gegevens over huishoudsamenstelling, over inkomen, over migratieachtergrond, over schulden, wanbetalers. Eigenlijk alle gegevens, werkstatus, burgerlijke staat enzovoort. Die combineren wij op individueel niveau binnen de beveiligde omgeving CBS. En wij denken dat wij daar in de komende jaren eigenlijk gewoon een, veel inzichten kunnen gaan genereren die we voorheen niet konden. Die data-infrastructuur die is met een mislukt acroniem DIPER genoemd in het kader van het is Data Infrastructure for Parents and Children. Maar daar, in het kader van beleidsevaluaties, dus een monitor van IB, maar dus ook kansrijke start, gebruiken wij daar heel veel data van. Ook de monitor onbedoelde tienerzwangerschappen, die dan meer vanuit de staatssecretaris ingesteken is met zijn 7-stappenplan. Daar denken wij dat wij, de tijd van big data begonnen is om dit soort beleidsinterventies en het beleid te kunnen monitoren. Dus wij denken dat wij heel goed in staat zijn nu dus binnen de beveiligde omgeving CBS om een hele, als wij een interventiegroep hebben, een hele goede controlegroep erbij te kunnen vinden. Dat wij die longitudinaal over de tijd kunnen volgen. En dat wij eigenlijk niet alleen meer of de zorg hebben of de verzekeraars hebben, maar dat wij het eigenlijk, ik heb hier een framework als plaatje neergezet, meer om te symboliseren dat wij ook de social determinants of health naast dus de medische uitkomsten en de zorguitgaven bij elkaar hebben. En ik denk dat DIPER eigenlijk in de komende jaren heel veel mogelijkheden voor onderzoek gaat zijn. Voor het evalueren van allerlei interventies, zoals nu niet zwanger komt voorbij, kunnen wij daar nu goede controlegroepen, kunnen wij de effectiviteit daarvan. Ik denk dat daar in het kader van de academische pet, met mijn perspectief nu, dat wij daar voor ongekende mogelijkheden staan in de komende jaren. Wat ik dan nog vergeet te vermelden is dat binnen het actieprogramma, het landelijk actieprogramma, een algemene maatregel van bestuur is afgekondigd. Dat ook de JGZ-data daar hebben we nu geen landelijk beeld van. En momenteel is CBS en VWS bezig om eigenlijk ook de JGZ-data vanwege deze algemene maatregel van bestuur, alle 38 JGZ-organisaties, ook die gegevens naar CBS te sturen. Met betrekking tot een kernset aan indicatoren. En het RIVM en CBS zijn samen op weg bezig om eigenlijk DIPER verder te verrijken, ook met de JGZ-data. Ik denk dat in het kader van hoe effectief is nu kansrijke start, voor welke subpopulaties werkt dit nu wel, wat werkt nu niet, enzovoort, dat daar hele mooie mogelijkheden liggen om vragen te gaan beantwoorden die we eigenlijk voorheen niet konden. Voor mij ligt daar ook een beetje de academische vraag. Want met dit soort observationele datasets gekoppeld op individueel niveau kunnen wij dan een stap verder komen. Ook in het kader van de screeningsinstrumenten zoals Artje aangeeft. En nu zeggen we, je moet vragen. Welke vragen doen er nou echt toe? Wat is nou echt die rode vlag? Kunnen we dat in beeld brengen? Ik denk dat daar voor de academische wereld prachtige kansen liggen momenteel. De landelijke monitor, dat is dus één van de projecten die wij doen op basis van DIPER. Wij doen meer dan alleen data. DIPER is dus wel heel duidelijk het kwantitatieve poot en die is ook belangrijk. Maar het verhaal erachter proberen wij ook. Doelstellingen van de landelijke monitor is eigenlijk het ontwikkelen van een indicatorenset. Dat was vraag 1 van kunnen wij nu het proces in kaart brengen en kunnen we ook kijken in hoeverre de uitkomsten dus in de gewenste richting gaan. Kunnen wij eigenlijk jaarlijks een soort rapportage vullen met indicatoren. En de derde is eigenlijk een beetje de duiding achter het verhaal. Snappen wij het proces? Waar loopt men nu tegenaan? Waar lopen de lokale coalities die dan gevormd worden binnen kansrijke starten tussen de gemeente, JGZ en de geboortezorgprofessionals, die lokale coalities, waar lopen die nu tegenaan? Zijn die knelpunten die zij ervaren structureel? Zijn die incidenteel? Welke zijn er 1 of 2 jaar opgelost? En waren dus echt opstartproblemen? Welke blijven eigenlijk toch behoorlijk hardnekkig? En zo proberen wij ze wel met dus een kwantitatieve pet als met een soort kwalitatieve pet op naar deze vragen te kijken om eigenlijk VWS te voeden met informatie en kennis. Hier de factsheet van 2020. Wij hebben uiteindelijk een indicatorenset ontwikkeld analoog aan de actielijnen voor
tijdens en dus na de geboorte. En jaarlijks vullen wij die. Nou, de factsheet is online, kan je kijken. En ik heb hier nu alleen het dashboard. Ik heb een van de indicatoren is eigenlijk gewoon de lokale coalities, hè, die dan zeg maar lokaal echt aan de slag moeten met kansrijke start. Nou, komen die er nu en hoe staat het daar nu mee? Nou goed, ik heb nu 3 jaar achter elkaar en momenteel is het rechte plaatje, zijn 275 van de 355 gemeenten die geven aan dat zij een lokale coalitie hebben en dat zij een plan van aanpak mee bezig zijn. Sommigen zijn daar al klaar mee, sommigen zijn daar echt nog heel erg in die eerste fase rondom wat willen we nou eigenlijk met elkaar, wat is nou eigenlijk onze missie en visie en wat zijn nou eigenlijk de doelstellingen erbij. Maar in 275 gemeenten krijgen dus nu een impuls kansrijke start vanuit VWS en zijn dus echt eigenlijk aan de slag gegaan. Dus in die zin, wat mij betreft, kunnen we wel stellen dat er een beweging op gang is gekomen. Andere voorbeeldindicatoren. Rechts is degene nu niet zwanger. Ik denk dat de volgende sprekers daar wel op in zullen gaan nog. Nu niet zwanger is een programma over vrijwillig anticonceptiegebruik bij kwetsbaren rondom het hebben van een kinderwens. En is het nu het moment, een ja of een nee? En worden daar gesprekken over gevoerd? Dat is een van de actielijnen binnen het kansrijke start om die landelijk uit te rollen. De doelstelling was uit mijn hoofd 50 centrumgemeenten die dan vervolgens weer veel meer gemeenten daarin bedienen. Wij monitoren in hoeverre het percentage of het aantal van 50 centrumgemeenten of dat wordt gerealiseerd. De linker, ik ben ondertussen oud aan het worden en ik heb een bril nodig. Ik kan het niet lezen. Is volgens mij, als ik het goed zeg, het percentage kinderen met vroeg geboorte of laag geboortegewicht, de big two. Nou, op basis van Dijpen kunnen we eigenlijk jaarlijks gewoon laten zien hoe die zich ontwikkelt. Allerlei operationalisaties en kwesties rondom het afkappunt, 22 weken, 24 weken, aantal levend en levend en doodgeborenen, wat stop je in de teller en wat in de noemer. Dus hier zit nog echt wel wat denkwerk achter. Ook als je dit soort getallen ziet staan tussen waar staat je gemeente, wat Adje aangaf en wat wij laten zien. Nou, daar zit er soms wel een soort smaak in. Wat is nou de juiste operationalisatie? Volgens mij geven wij in de factsheet wel duidelijk aan wat wij doen. Nou, je ziet hier, lastig te zien, hij lijkt plat. Maar de lijn maar gaat volgens mij van 16,3 naar 15,6 over de jaren heen. Dus hij lijkt zich in de gewenste richting te ontwikkelen. Wij beogen niet overigens met de factsheet om daar een soort causale effecten aan te tonen. Van zien wij nu dat? Dat wij interventie A doen en B dus de uitkomsten zien verbeteren. Het is wat ons betreft wel echt een, het startpunt van het gesprek. Gaat het de juiste richting op? Zijn we de juiste dingen aan het doen met elkaar? Te ja of te nee? Dat voor wat betreft de landelijke monitor. Wat duidelijk was dat de landelijke monitor wel in een behoefte voorzag. Maar ook een aantal dingen zeer zeker niet. En met name over lokaal kregen wij toch wel vaak terug. Van ja, leuk dat jullie een indicatoren zetten hebben landelijk. Maar wat heb ik hier nu aan in mijn lokale setting, in mijn lokale coalitie? En uiteindelijk hebben wij de opdracht vanuit VWS gekregen om een x-aantal gemeenten te gaan ondersteunen bij het vormgeven van de lokale monitoring. Dus er zit wel echt een onderscheid in tussen wat de implementatie van kansrijke start. Daar hebben we het niet over. Wij hebben het hier echt over het puzzelstukje, zou ik maar zeggen, de monitoring. Hoe kan je het instrument monitoring lokaal inzetten in jouw gemeente om eigenlijk gewoon het gesprek als een soort startpunt van gesprek. Hoe hou je het op de agenda bij richting je gemeente? Hoe hou je het tussen de JGZ en de geboortezorgprofessional? Nou, hoe doe je dat? Dat zijn wij aan het doen. Een aantal producten die daar, dus wij zijn recentelijk gestart. Dat is een van de eerste dingen die wij zullen doen, is dat wij naast de landelijke indicatorenset ook een lokale indicatorenset zullen opstellen. Omdat die op een aantal dingen gewoon anders is. Landelijk meten wij bijvoorbeeld nu niet zwanger. Dat is voor VWS goed te zien. Halen wij nou de actielijnen die wij de uitrol naar die 50 centrumgemeenten, lukt dat? Maar op lokaal niveau heb je aan zo'n indicator uit de landelijke set eigenlijk helemaal niets. Maar dan is de vraag, wat wil men dan lokaal wel hebben? Daar zijn wij druk mee bezig. Daarnaast zijn wij bezig om een wegwijzer, zo hebben we het nu genoemd,
genoemd, de vorm te geven waarin wij eigenlijk naar best practices verwijzen. Dat wij verwijzen naar waar staat je gemeente, waar kan je wat vinden, hoe zit het met vindbaarheid. Denk hieraan, denk daaraan. Om daar een soort document richting lokale coalities te ontwikkelen. Met nogmaals de focus dus op monitoring en niet zozeer op de implementatie van. Nou, wij doen dat eigenlijk door, wij hebben een soort landelijke tafel waar 11 gemeenten bij aansluiten. Met die 11 zitten wij meer van, nou, waar ligt jullie behoefte nu? Waar hebben jullie nou echt behoefte aan? Waar kunnen wij aan bijdragen? Nou, een van de eerste is dus die lokale indicatoren set. Met die 11 zitten wij dus meer te bepalen, wat is nou de koers en wat gaan we nou doen? En vervolgens gaan wij naar thematafels, hier weer gevisualiseerd als zeg maar de lichtroze tafels, waar dan ook meer dan die 11 bij zullen aansluiten, dat wij eigenlijk met bijeenkomsten samen met die gemeenten en die lokale coalities echt aan de slag gaan om te voorzien in hun behoeften. Nou, rechts zie je een tijdslijn over de verschillende bijeenkomsten tussen de, zeg maar, de landelijke lerende monitortafels en de thematafels die daar onder zitten. Daar gaan we dit jaar mee aan de slag. Samenvattend, de activiteiten krijgen steeds meer vorm rondom Kansrijke Start. Van origine vanuit het Rotterdamse vertaald naar het landelijke. 275 gemeenten hebben nu een impuls, zijn dingen aan het opzetten. De gegevens die we tot nu toe hebben, we hebben relatief natuurlijk een beperkte follow-up duur. Dus daar valt eigenlijk nog niet zo heel veel over te zeggen. Wat nou het effect van Kansrijke Start zelf is. Ik denk ook dat we niet op zoek zijn naar causale effecten. Er zijn ook een heleboel andere dingen in de geboortezorg, buiten de geboortezorg. Schuldsanering of wat dan ook, huisvesting, alles draagt waarschijnlijk bij. Dus het is denk ik niet zozeer dat wij nu op zoek moeten naar, zeg maar, wat is het werkzame stofje binnen Kansrijke Start. Maar dat we eigenlijk het totale pakket aan alle activiteiten en maatregelen die er zijn, dat wij gewoon goed moeten monitoren in hoeverre die bijdragen aan de ontwikkeling in de juiste richting. En ik denk dat met name ook juist de metafoor tussen een dijk en de zandzakken, dat we niet op zoek zijn naar welke zandzak nou eigenlijk het water tegenhoudt, maar dat de gezamenlijkheid van de 150 zandzakken eigenlijk de dijk stevig houdt. De beschikbaarheid van data, ik denk dat Dijper, dat wij er in de komende jaren samen met CBS verder op door zullen gaan bouwen. Nadrukkelijk wil ik ook vermelden dat wij beide, uiteraard CBS en RIVM, publiekelijk gefinancierd worden. En dit ook de data-infrastructuur echt ook toegankelijk maken voor andere onderzoekers. Uit mijn hoofd zeg ik dat wij nu al 5 andere onderzoekers, ook vanuit de groep van Atja, maar ook breder, eigenlijk nu dat wij daar de data van Dijper voor beschikbaar stellen om onderzoeksvragen binnen PhD-trajecten te beantwoorden. In die zin steek ik de hand uit om daar verder over na te denken, indien daar behoefte over is. Rondom Kansrijke Start zelf, uiteraard corona heeft links en rechts ook gevolgen gehad. Vanuit de landelijke monitor kijken wij niet zozeer naar regionale verschillen. Ik liet net de Big Two zien, die 15,6. Ongetwijfeld, en dat liet Atja ook al zien rondom de kaartjes en de landkaarten. De regionale verschillen is denk ik iets waar wij in de komende jaren veel meer op maat naartoe zullen werken. Ook om gemeenten te ondersteunen bij hun lokale monitoring. Nou, dat zullen wij in afstemming doen met CBS, met Waar staat je gemeente, met CPZ enzovoort. Als laatste wil ik nog even degene waar die op de eerste slide stonden qua namen even een gezicht bij laten zien. En dan dank ik jullie voor je aandacht. Dankjewel. Dankjewel Jeroen. Belangrijk denk ik om een goede monitoring op te zetten voor zo'n groot programma. En wat ik vooral ook belangrijk vond, is dat je zegt van het moet niet vooral gaan om het zoeken naar dat ene werkzame elementje of het effect daarvan, maar die hele integrale aanpak, goed monitoren, kijken wat er gebeurt en wat we dan ook regionaal en bij gemeente kunnen zien. Dat lijkt me heel belangrijk. Ik
Ik vraag even of er nog specifieke informatieve vragen waren. Die waren er niet. We hebben tot nu toe wel een aantal vragen voor de discussie ook binnengekregen. Daar gaan we zo meteen in de discussie met de sprekers mee aan de slag. Dus die vragen komen echt. Ik denk dat we hebben nu even iets gezien over hoe het in Rotterdam al 10 jaar gaat. We hebben monitoring gehad. Dan gaan we, denk ik, nu hebben we een mooi bruggetje naar hoe je ook lokaal aan de slag gaat met professionals. We zijn heel blij, want hier in Tilburg hebben we ook een hele